We moeten iets doen. We moeten Mitchell redden. Het maakt niet uit als het gevaarlijk is. Als wij in onszelf geloven, samenwerken als een team en onze innerlijke kracht ontdekken, is er niets. Maar dan ook niets dat we... Wat? Nou, we zijn al onderweg. Landingszone bevestigd. 17 minuten tot de landing. Teller loopt. Ja, ik wou alleen even zeggen dat... Maak je gereed om de damkring binnen te gaan. Ja, nee, daar ben ik al. Ja. Oh, dat was geen zachte landing. Maar het kan erger. Dat ging niet helemaal goed daarnet, maatje. Maar als een bevoorradingsraket iets heeft, zijn het voorraden. Lekker. Wat moet je doen om hier iets te drinken te krijgen? Volgens mijn berekeningen krijgen we over 2 uur te maken met een meteorietenstorm. Als alles volgens plan gaat, dan redden wij het in 30 minuten. Net als bij het oefenen. Vergeet je stomme camera niet, Elvin. Oh ja. En Elvin Goodman is weer terug. We bevinden ons zo'n 3 kilometer ten oosten van de landingszone. En Ilana is hier, want zij is de baas. Niet. We hebben de vermoedelijke plek waar Mitchell is neergestort berekend. Dus, wat kan er nog fout gaan? Ilana? Hou op, Elvin. Ja, dat klopt. Als we ophouden, zullen we hem niet vinden. Je zit in de weg. Ik zit hier gewoon binnen, maar... Elvin! Niet bewegen. De camera loopt nog. Ik moet alleen afsluiten. Elvin! Elvin Goodman hier, ik zeg... Nee! Elvin!